Spelling les 8.11. Vandaag gaan we kijken naar een nieuwe categorie, namelijk categorie 11. Categorie 11. Verkleinwoorden. Ik hoor de e, maar ik schrijf de e. Ken jij toevallig al een verkleinwoord? Ik zal je de verkleinwoorden vertellen. Namelijk je, pje en tje. Zometeen ga je deze woorden ook lezen. Je kunt ze zoomend lezen met mij samen en daarna nog zelf. Ga ik beginnen met het eerste rijtje. Jasje, petje, pitje, mesje, zusje. Tweede rijtje. Boompje, raampje, duimpje, riempje, naampje. Derde rijtje. Vrouwtje, stoeltje, filmpje, schuurtje, schaartje. Laatste rijtje, vierde rijtje. Plantje, wormpje, stormpje, pleintje, kleintje. Als je goed kijkt, zie je alle drie de verkleinwoordjes terugkomen, namelijk je, pje en tje. Ik wil gaan beginnen met het dicté. Schrijf op 8.11. Gaan we beginnen met de eerste, als eerste de klanken. Schrijf op. Rrr. A. U. N. Otje ouw. W. Ga ik beginnen met het eerste woord. Aan de naald zit een dik draad. Schrijf op draad. Welke categorie hoort er bij het woord draad? Categorie 8. Lange maakwoorden. Ik maak het woord langer, dan weet ik of ik een d of een t moet schrijven. Het tweede woord. De lucht is blauw en de zon schijnt. Lucht. Schrijf op lucht. Welke categorie hoort er bij lucht? Categorie 3. Luchtwoorden. Korte klank plus gt. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt. Nummer 3. Ik zie een grote beer.
Schrijf op beer. Welke categorie hoort er bij het woord beer? Categorie 5. Eer, oor, eurwoorden. Ik schrijf E, O, E. Woord nummer 4. Dat is geen grote boom, maar een klein boompje. Schrijf op boompje. Welke categorie hoort er bij boompje? Deze categorie hebben we vandaag geleerd, namelijk categorie 11, verkleinwoorden. Ik hoorde e, maar ik schrijf de e. Woord nummer 5. Dat is een klein tuintje. Schrijf op tuintje. Welke categorie hoort er bij het woord tuintje? Categorie 11. Verkleinwoorden. Ik hoorde e, maar ik schrijf de e. Woord nummer 6. Vandaag eten we worst. Schrijf op worst. Welke categorie hoort er bij worst? Categorie 8. Lange maakwoorden. Ik maak het woord langer, dan weet ik of ik een de of een t moet schrijven. 1. Worst. 2. Worsten. Ik hoor een t, dus ik schrijf een t. De zin. 7 woorden. Schrijf op. Ik zie een duif in de lucht. Schrijf op. Ik zie een duif Ik zie een duif in de lucht. Dit was het spellingslesje van 8.11.